Links flits. Live. Goedenavond allemaal, we hebben inmiddels een plekje gevonden in België, in de buurt van het plaatsje Mol. Weer is de livestream opgestart en ben nu bezig met mijn eigen statief. We staan hier allemaal mooi op een rijtje opgesteld. Auto's langs de kant geparkeerd. Ik weet niet of ik alle reacties zie, ik hoop het wel. Moest even snel. Ah, ik zie reacties, hartstikke mooi. Breda wordt het al donker, ja dat kan van dezelfde bui zijn. Wij zijn hier via, Eindhoven gekomen. Kleine tussenstop nog aan bij de McDonald's in Best. Dat is puur om te overleggen hoor. Nee, dus hoeft er niet te eten. Oh, ik zal de pootjes vastzetten op het statief. Ik zal ondertussen even mijn camera opstellen, dus ik reageer niet op alles. Vind ik nou jammer? Ja, sorry. Ja, sorry. Dan maak ik nog geen foto's. Nee, dit is een bui dat zit in de buurt van Antwerpen. Ja, deze bui trekt voorbij van links naar rechts een beetje. Ja. En er komt straks ook nog gelijk op ons af. Ja? Ja. Dat ene stukje dat... het middelste stuk. Het middelste stuk? Ja. We zitten hier, ja. Dit zien we voorbij komen. Ja. Dus die andere die komt straks... Goed in ieder geval een prachtig... Hey, rechts een flits. Het zit over het hele stuk zitten ontladingen, dus ik blijf niet aan het draaien met de camera. Maar kijk je die? Maar het is... Dit belooft veel goeds, mensen. Ah, misschien die hele brede lijn. We staan hier perfect. In Noord-Frankrijk waren dat nog verschillende cellen. Die lijken nu wat samengeklonterd tot een lijn. Inflow. Waar? Nee. Nou, dat lijkt hè, middenonder. Ja, boven die bomen, ja. Oh, daar. Zullen we eerst even scherp stellen? Dat is ook een idee. Nee joh, dan ga je scherp stellen. Ja, dan slaan we gewoon, wazige foto's man. Slaan we gewoon over het scherp stellen. Dan zijn we gewoon gewend, toch? Wazige types, wazige foto's. Lightning. Thunderbolts en lightning, very very frightening. Nou, ah, vind ik wel meevallen. Nee, buienradar, dat is altijd moeilijk. Het was vandaag een complexe situatie. Dus vandaar dat wij ook heel vaak onderweg gestopt zijn om te overleggen. Want het is echt best wel ingewikkeld. En pas boven België... Zou die echt gaan activeren, maar dan was hij ook veel later dan eigenlijk alle weermodellen dachten. Wat een beweging dat allemaal zoveel Diezelfde die trekt voorbij van links naar Jos. Dan stuurt hij nog een foto en dat is het stuk dan werd het al bijna. Goed, was ik weer even. Ja, Cor, ik weet niet of zuiden van Friesland nog wat krijgt. Groningen kijkt ook mee, gezellig. Hallo vanuit België. Ja, dat lijkt er wel op, hè? We weten veel te snel eigenlijk. Ja. Venlo, nou dan als je naar buiten kijkt, even kijken, dan misschien zie je nog wat. Zoetermeer flitst het al, ja dat zou kunnen, dat er zijn namelijk twee grote dingen eigenlijk die over Nederland trekken. Zeeland heeft er wat gehad. Tornado en supercell voor de kust gespot. Nou, tornado en supercell zijn twee verschillende dingen. Supercell zou wel kunnen. Tornado heb ik nog niks over gehoord. Roomso op Twente, kijk mee, gezellig. Het was steeds gezelliger hier, hè. Ja. Even goed vastzetten, ik heb een stukje gedraaid. Zo, actief. Oké. Die? Deze. Ja, die heeft een beetje moeite met de tempo. Rechts, ontlading. Ja. Ik ga even mijn cameraatje gevoeligheid wat meer instellen, want hij, het is een beetje stilletjes. 31. Ja, ik... Ik zit op een 10e F800. Oh, ik zit op 320, 130, 8. Middelburg klaar nu op. Oké, jullie hebben wel wat gehad dan, of niet? Super zo in België gezien, kleine funnel gespot in Zeeland, hoor ik. Ik weet niet...
Nou, we hebben verder... Ja, heel veel mensen zeggen, ik heb een tunnel gesport en is het gewoon een inflow. Ja, inderdaad. Dat is... Ja. Mijn inflow is dat meestal een beetje horizontaal, hè? Ja, diagonaal. Kijk, dat begint wel aardig inderdaad. Klopt Marcel, daar, die blijft nog steeds wat... Blijft een beetje achter, hè? Die blijft wat pruttelen. Als je naar de lucht kijkt, hè, dat komt hier naartoe, hè, dat stuk. Mm-hmm. En daar zit wel weer de activiteit in. Dat is niet zo mooi uitzicht. Nou, dan is het een stukje die kant op, ja. En dan pak je die bult ervoor weg, hoor. Het is wel een prachtige lucht in ieder geval om te zien. Hier, het aantal ontladingen dat we hebben gezien valt nog wat mee. Maar goed, ik loop ook een deel op mijn scherm te kijken. Onderweg was ik ook aan het rijden, dus kun je ook niet alles opletten. Ik kan de camera wel even ietsje draaien, want misschien dat het zelfs te zien is. Wat daar vandaan komt, ik zal hem eventjes vastzetten, dan kun je ook zien dat het zelf beweegt. Dat lijkt wat meer naar rechts. Te trekken. Als je niet beter wist, hè? Dan lijkt dat net maar maat, maar heel licht. Ja, klopt, daar rechtsboven, ja. Ah ja. Vanuit de camera zag ik het pas goed. Ja, die heeft een andere contrast. Ja. Ja, dat gaat niet heel snel, dat klopt. De windrichting is volgens mij noordoost, als ik me niet vergis. Hallo Jessica. Mag het groener worden? Nou, we staan voor een akkerland. Dat duurt nog even dat het groen wordt. Zo lang blijven we hier niet staan. Maar goed, hier zie je dus deze wolken die komen wat op ons af. Mooi. Wat meer naar rechts. En rechts een ontlading. Dan draai ik hem wel even naar rechts. Waar was die? Was niet heel veel. Nee, boven die boerderij daar verderop. Draai hem toch weer even die kant op. Ja, daar flitsen we wat. Oké, ik kan niet klikken op linkjes nu, maar misschien dat iemand anders kan kijken. En Jolien schijnt een funnel gespot te hebben. Ja, top. Dus ik weet niet, ik heb niet op de, omdat mijn telefoon nu streamt, ik zou die andere telefoon pakken, maar... Ik heb een kleine vondel op de pak. Ja, de camera doet het nog wel. Alleen, hij triggert nog weinig. Deventer wind en een paar druppels. Ja, er zijn her en daar door het land waren er al. Wij zijn, hebben, nou, denk ik, 3 buitjes zijn we tegengekomen onderweg. En dat waren kleine buitjes, dat was puur regen. Dit is eigenlijk de eerste echte, nou, leuke bui. Nou, Freek, het is allemaal wat later dan alle voorspellingen. Dus de code oranje was vanaf 6 uur. Maar dat is dus ook omdat alle modellen hadden het eigenlijk al 2 uur eerder, minimaal, verwacht. Dus ja, alles komt wat later. Ik heb altijd geleerd, alles goede komt langzaam, dus ik hoop ook deze. Deze bui lijkt wel wat dood, hoor. Ja? Ja, dit stukje lijkt wel wat dood, maar als je ziet wat er nog aankomt. Ja, die heeft toch wel wat activiteit nog, hè? Ja, daar zit het toch nog wat verder. Hé, hey, douwe. We staan hier, dit stukje, dat is dat stukje. Okay. Dus dit stukje, moet dan daar nog vandaan komen. Hé, hey, daar Frits, recht voor ons. Ja? Ja. Oké, okay. Dat is dan die erachteraan zit. Ja. Ja, ja, nee, ik zie hem hier. Dat is die. Oh ja, het zijn allemaal flits eigenlijk. Dat was wel de laatste, maar die zit dan daar. Maar ja, dan moet daar nou eens goed is, want als je naar de wolken kijkt. Het gaat wel over ons heen komen hoor, dat stuk. Ja. Ja, goed, dat is een lagere laag misschien hè. Kijk, dus die hogere laag wel die kant op trekt. Ja, dan moeten we weer wachten. Maar we staan wel op een goede positie. Ja. Hengelen over Rijssel. Nou, we houden het eerst liever hier. Mag dat ook? Komt het later wel daar naartoe. Ja, dus even afwachten. Goedenavond, Pim. Langs de kust. Ik ga even mijn camera wat verplaatsen. En dan kan ik de... Een mooi compositietje. Dan krijgen jullie een weggetje erbij. Even kijken. Oh, even recht zetten. Ja, het is op een klein statiefje in een bolletje, dus het is even wat creatief. Boksmeer, dat weet ik niet. Wij staan nu bij tussen Mol en... Ah, in de buurt van Mol. En dat ligt in België dus. Tijd voor 360 camera. Ja, die zijn er wel, die kunnen streamen inderdaad. Hé, hey, flitsje daar. Ik heb mijn camera even te draaien. Ja, daar sta ik er wel op. Ja, jij staat er nou op. Top, thanks. Alleen, ik weet niet of die flitsje erop staat. Ja, dat zei je weer, Stefan. Ja, we komen zo vaak als we kunnen komen we live.
Vind ik wel zo. Ja, nou, dat we live gaan komen. Bah. Hey, Mout, ik ken jou zo lang. Maar die kant kende ik nog niet. Heel, een heel ander genre meteen, hè? Dat is, ja, ja. Meteen weer een andere koek, dit. Bliksemdetectie, weer een ander. Ja. België is noodweer, niet normaal. Ja, dat zou. Dat is de bedoeling ook, daarom staan we hier. Ja. Ik zou zeggen, we staan hier niet voor de lol, maar we staan hier wel voor de lol. Ja, ja, we staan hier voor de lol. Nee, trek niet zuidoosten, Pim, want dan zou het wegtrekken. Ja, ik heb verder geen radarbeelden erbij gehad, ik was aan het sturen. Dus ik weet zo niet wat er verder op allerlei plekken is ontwikkeld. Kijk hier. Livestream nu weer op, nee toch? Ja, de livestream staat op beeld. Nee, jammer. Ah, ik kan iets hierin zetten, toch? Zolang er geen auto komt, zijn we gewoon midden op de weg. Ja, dat is ook waar. Auto, we kunnen hem wel om. Ja. Buinen Groningen. Spanning in het noorden. Die auto denkt, waarom staan daar vier auto's langs het landweggetje? Wat is er aan de hand? Nou jongens, een prachtig mooie compositie dit. Ik zal niet te veel trillen met de camera. Ja, dat zo, dat is beter. Nou. Prachtige compositie, niks meer aan doen. Nu nog onweer. Ja, nu nog onweer. Ja. En die bomen wegzagen. Ja, ik neem iedere keer voor om kettingzaag mee te nemen, maar iedere keer komt het er weer niet van. Zuidoost-Brabant, de Gelderland. Ja, ik. Wat is dat daar rechts trouwens? Achter die bomen? Ik denk een hele gekke wolkenformaat. Dat is heel wat schokkend. Ja, voor een inflootje is het variabel. Nou, we zien het wel. Hij trekt door naar rechts en daar zit hij weer open gebied. Nee, okay. En die lijkt ook weg. Dat is puur, volgens mij is het ook regen. Voor de rest daarachter zit hij nou, achter de bomen een beetje. Maar lijkt er rommelt beetje, wel wat. Ja. Dus niet van harte in te dammen. Maar ja, hier is wel. Danielle, we zijn in België bij het dorpje Mol in de buurt. Wie is de Mol, maar dan in België? Ja, er is een dikke kans dat we het vannacht krijgen, Hans. In Gelderland en in Brabant. Zo! Daar? Ja. Maar die reageerde niet. Ik hoop dat die op de livestream ook te zien was. Ja, we waren daar aan daar bij het huis. Maar. Waar in België? Ja, ik moet even snel wat. Nee, ik kan niet te veel terug. Mensen, reacties terugkijken. Ik was even weg bij de telefoon. Maar we staan in België vlakbij Mol. Ja, ik ben niet heel bekend in België, maar gelukkig heb ik navigatie. Ja, dat klopt inderdaad. We zijn bij Eindhoven ongeveer de grens overgegaan. We reden in de richting van Turnhout. Zo net ook al een paar keer. Ja, recht voor ons. Ja, knallen maar. Dat zouden wij ook zeggen. Maar het is zo. Daar knalt hij al mooi omhoog trouwens. Zie je dat? Dat is een beetje. Hey. Oh, flitsje. Nee. Want die flits, ja? Nee, was niet deze. Het was gewoon in de. Ja, klopt ja. Maar daar ook sowieso een mooie structuur die kant op. Hé, hey, flits daar, boven die bomen. Daar. Ja. Ik heb één camera daar en één camera daar. Ja, een luxe probleem met twee camera's. Hop, daar. Die was op livestream hopelijk te zien. Nou, ik hoop dat die op de livestream te zien was, het flitsje. Hier, springen hier.
En ondertussen checkt de rest van het team. Ze doen ook de. Hé, dat was weer een flits, als ik me niet vergis. En die checkt de radarbeelden ook, waar het langs gaat trekken. Het is nog niet. Het leek allemaal wat samen te klonteren, maar. Het lijkt nog niet echt van harte. Niet de hele mooie lijn die wij hoopten. Nu hoor je het rommelen van rechts. Wie komt daar vandaan? Ja, weer een flitsje in de wolken. Die lijkt actiever te worden weer. Ja, oh, weer. Ja, daar. Achter die bomen daar. Die volgens zijn ook, ik weet niet of iemand kan reageren of ze te zien zijn op de livestream. Ik zie ze op mijn schermpje wel, maar ik weet niet of het ook overkomt naar de stream zelf. Volgens LM zouden we geraakt moeten zijn. Die zitten recht op de blauwe ster. Die hebben wij niet gezien. Ik ga even stoppen met... Ja, die kant op? Oh, dat deed ik zelf. Ik ga even wat... Ja, maken. Dat is toch dat stukje daar, hoor. Dat is toch dat stukje daar, waar die zo'n metano is. Dat is wel veel. Ja, dit andere stuk, dat moet straks nog voorbij komen. Hey, maar, ja, dan is wachten. Weer lang. Daar lijkt het ook niet. Oh, wacht, die was mooi. En ja, daar links. Daar hij activeert... Ja, die activeert en daaronder zit weer een implootje achter. Ja, zo, er bovenin. Bovenin, hè? Ja, bovenin. Boven, ja, de bui waar jullie nu naartoe kijken begint te activeren. En hij, ik hoop dat op livestream ook meekomt. Het is een hele korte, ja. Die moet niet echt oppakken. Want dat hele stuk daar is gewoon helemaal vrij. En die wind die gaat gewoon... Oh, mijn trigger slaat weer op hol. Jongens, het is weer zo, hè? Ja, het is weer triggerdag. Ja. Happy triggering. Happy triggering, dit is. Oeh, lekkerder de ander. Oké, dankjewel Lucas dat het te zien is. Ja, mooi boven de bomen, top daar, ja. En mooi, zo hopen dat die door blijft gaan. We hebben ook nog een stuk naar rechts, vrij zicht. Dus ja, nu weer een flitsje. Ja, dan gaat die hele lijn activeren nu. Dit hele stuk hiervoor moet daar kunnen oppakken, want je ziet hem hier ook pakken. Hier, dit stuk hiervoor pakt een klein beetje. Ja. En daarachter, was net wel goed duidelijk te zien. Op de achterflits die. Gaaf. Daar ook jongens. Daar zit er ook een. Ja, die komt hier naartoe. Ja, die verwachten we. Ja. Ik ga nu ik ophangen, want het begint nu een beetje te activeren. Dus ik moet twee kamers. Ja, ik weet niet of het arkensje gaat worden. We hopen het wel. Nou, dat is nog even afwachten. Maar het is... hij moet nu ook wel gaan activeren, want het is... Ja, steeds meer hè. Ja, jongens, ook maar ook qua tijdstip. Dat omhoog schieten, je ziet hem daar omhoog schieten, dus hij pakt nu iets op. Beetje gelukkig, komt het eigenlijk van helemaal. Ah, je ziet hem inderdaad ook. Van hier. Hij moet erop. Nou, als dat onderste lijn gaat worden, dan staan we mooi. Ja. Je ziet, oh, daar flitst het ook. Ja, nou, dat, zijn, wel, dat zijn diezelfde hier. Dat komt niet deuken, denk ik. Ja, dat komt er zo aan. Maar dat trekt allemaal langs ons toch zo? Of ja. Ja. Ja, een deel gaat over ons heen. Soms een deel trekt langs. Langs, maar ik weet niet wat die regen gaat doen. Nou, ja, dat is. Moeilijk qua, of ja, tornado's is wel een... Ja, die van mij is dus wel heel goed. Er was inderdaad een kansje van, maar het ja, wordt allemaal nog afwachten. Die van mij niet af? Nee. Hij pakt nu ook zo snel. Ik zou ietsje meer naar rechts. Zo! Ik ga die kant op richten. Links? Ja, recht voor. Recht voor, prima, gaan we draaien. En dit komt er nou aan zo meteen, hè? Ja, dus, ja, ik laat de livestream nog even op die. Jullie mogen straks gedraaid worden, mensen, maar Hey, joh, mijn trigger is. Ik heb er nog één, hè? Ja, serieus, maar ik heb er vier. Dus... Dude, dan moet je vier triggers. Ah, joh. Weet je, het was echt zo van. Oh, die werkt niet goed. Oh, die werkt niet goed. Oh, die is kapot. Ja. Nou, het rommelt ook. Oh, mooi in de wolken. Ik hoop dat hij te zien was. Eigenlijk recht boven het weggetje, iets meer naar rechts. Wel een mooie wolkenlucht zo, in ieder geval. Ja. Ja, er komen goede strakke lijnen. Aan het westen trekken jullie daar naar het oosten.
Ja, ik denk niet of wij nog... Ik denk niet dat we vandaag trekken. Bah. We moeten even zien hoe, het, hoe snel het ook gaat met de buien en wat er echt gaat ontwikkelen. Nou, het flitst toch nog wel die kant op waar jullie naartoe kijken. Zo gauw er meer tekening in de lucht zit, wat meer naar links toe. Dan ga ik ook de livestream daar draaien. Want kindertekeningen zijn welkom. Ja, van huizen en van kindertekeningen van bliksemschichten. Wat een gave gradient zo in de lucht. Ja. Dus 25 kruis. Eentje vlak achter ons ergens. Oh. Hier achter begint ook nog wat door te gaan. Dat bedoel ik. Ja. Ik zie net eentje op LM voorbij komen. Nee. Die andere cel die gaat lekker. Oh, daar rechts. Shit. Ja, daar staan we er toch nog wel eentje vanaf hoor, als je dit zo ziet. Ja. Ja, maar dat is wel. Maar misschien dat we er net buiten de regen zullen blijven. Dat zou wel mooi zijn. Ja, dat zou ik. Ja, ik zie hem daar ook. Daar zijn ik ook. Ja, de wind zit best goed. Want de bui trekt zo. En de wind gaat nu zo. Ja, de recht in. Hij is gedraaid, dat niet. Nou, ja, hij is gedraaid. Daar kan niet. Ja, hij is gedraaid. Dat zou wel mooi zijn als we nu op het punt staan van info. Dat zou wel doen. Alleen daar heb je geen dikke lijn. Er zijn meerdere mensen op bliksemdetectie namen te reageren, jongens. Is scherp blijven, hè? Ik heb al een foto gemaakt van iedereen die hier opgesteld staat. Ja, volgens mij, ja, ik zag Bert wel rennen. Oh, daar nu, Frits. Ja. Ik sta niet te luisteren, hè? Ja, die mag... Oh, daar! Ja, met triggering, ja. Precies achter jou. Triggering, sorry. Wat een pech, jongen! Echt, recht. Shit, ik kan al, man. Die van mij reageerde wel, alleen het punt was dat die fit voor hem was. Ja, met de lucht die wordt warmer, hoor. Dat is moeilijk, hè? Wat dan? De lucht wordt warmer, hoor. Ja, de lucht is sowieso echt bizar. Ja, dus... Ja, 24. Ja, daar links, ja. Stukje op daardoor. Ja, dankjewel Jacques Leon. Daar ook. Ja, daar was hij. Oh, staan we dan niet te ver af. Denk ik niet. Kijk. Ik weet niet wat de regen doet ten opzichte van de flitsen. Oh. Daar, rechtdoor. Zou je hem? Ja. Ja, je had hem nu. Tenminste, dus, dat was in ieder geval iets. Breda nu harde regen en onweer. Oké. Okay. Dat is daar natuurlijk niet. Kijk wel, mijn richtingsgevoel is een beetje in de war hier. Niet verwacht nu al. Nou, het zou al eerder komen. Ik ging activeren, dat was een beetje al dood. Daar flitst hij ook. En daar gaat hij niet in de activiteit. Ja, dat valt een beetje weer in. Dat zijn de standaard over. Ja. Deze lijkt nog. Nee, die komt niet op dat kant. Maar die lijkt weer die kant op te trekken nu. Ja, ik ben er. Daar ben ik helemaal van. Hij is net veranderd. Dat, kijk, rechtdoor. Ja. Dat kan wat worden. Dat gaat ook wat worden, zei je? Hier lijn inkomen. Oh, daar flitst hij door trouwens. Ik hoop dat op de livestream nog wat flitsen. Dan zit je net iets donkerder dan. Ja, Nico, de weermodellen waren niet helemaal met elkaar eens. Een deel zei het over het oosten, een ander deel zei het over het westen. Toen was het tegen het oosten, toen het westen. Dat was erg. Het allemaal met het lage drukgebied, wat ik begreep, te maken wat boven Engeland ligt. Dat zou mooi zorgen dat er een slingering kwam dat hij het over het oosten trok. Dus wij zijn ook begonnen in de buurt van Zwolle, geloof ik, als ik niet vergis. Nee, Utrecht zijn we naartoe gereden. En hier en daar wat mensen opgepikt. Dus we zijn nu... Oh, nice. Die was ook te zien op de livestream. 1, 2, 3. Budel wacht geduldig. Ja. Hij heeft niet zoveel keuze ook. Dat is nadeel. Ja, flits leuk in de wolkjes. Daar, dikke. Links. Nou, daar kan ook wel een lijn op komen, jongens. Hier rechtdoor. Zo, ja. Maar kijk in de verte. Ja. Daar staat een lijn. Jongens, ik ga de livestream draaien. Mooie flitsoog in de wolken. Ja, maar er gaat een lijn ontstaan voor onze neus.
Ik zal even een beetje stabiel neerzetten. Want... Sorry, ik kan je appen. Mijn Apple Watch gaat zich met dingen bemoeien. Apeldoorn wacht ongeduldig, ja dat snap ik. Oké, hij staat nu. Onderaan in jullie scherm, zien jullie het als goed is flitsen? Naarmate die dichterbij gaat komen, zullen jullie het ook steeds beter zien. Maar daar gaat een lijntje opkomen, die redelijk actief is. Hij flitst over de volle breedte, bam bam bam, 5 keer achter elkaar door. Je ziet ook steeds meer tekening in de wolken. Ja, dat duurt dus heel lang, opeens is hij er heel snel. Ja, als jullie rechtsboven kijken... Daar zie je een deel van de basis van de bui. Die plopt mooi omhoog. Niet hele scherpe lijnen meer. Hij flitst nu over de volle breedte. Nu gaan we lijntjes krijgen, mensen. De camera ook even draaien, trouwens. Bam. Ja, rustig. Hallo, hallo. Stop maar. Dat is, niet voice control. Shit. Ja, ik ben ook wat langer in het sluiter gegaan. Hoi Ilja, ja, ik kan niet iedereen persoonlijk begroeten. Ik zie ze nu en dan wat op scherm, daar reageer ik even op. Maar het lijkt dus dat die bui voor onze neus nu echt wat actiever gaat worden. Ik hoop dat het ook goed te zien is op een livestream. Hij flits links en flits rechts. Momenteel lijkt rechts ietsje actiever, dus ik ga hem even ietsje meer naar rechts toe draaien. Ja, die flits behoorlijk als je rechts van dat eenzame boompje... Oh. Ja, hij activeert echt. Ik zal mijn alarmlicht uitdoen. Ja, hij wordt echt nice. Yo! Oh, ik had hem niet op te... Ja, dikke. Rechts. Ja, rechterkant. Hoe ver rechts? Rechts boven dat boompje, boven die boerderij, die hoek. Hoppa! Dat was een mooie. Niet op een camera, scheisse. Nee, ook niet op een camera, nee. Oh, hij gaat echt... Ietsje draaien naar rechts. Oh, CG'tje. Ja, die heb ik. Nee, ik had hem niet, maar ik zag hem. Ik had hem wel. Ja, het flitst nu mooi de... Misschien nog een tikje meer naar rechts, want dat lijkt toch echt het actiefste te zijn momenteel. Ja, flitsen de flits. Ja, links komt de lijn. Oh, midden ook. Maar het trekt helemaal, hij is helemaal door. Midden lijkt info, of niet? Ja. Achter ons, wat is dat? Die plopt ook. Achter ons plopt die ook. Ja. Je ziet het groeien. Yo! Ja, je ziet het nu goed af. Daar ook. Ja, daar ook. Dan lijkt ook achter ons te gaan ontstaan. Maar die lijn komt erop, jongens. Steeds meer. Ja. Hoppa! Ah, kut. Nee, mijn trigger reageerde niet. Ah, ik sta erop. Nee, die is buiten mijn beeld. Ik sta meer naar rechts. Hij flitst er mooi op los. En links in beeld, linksonder, zien jullie die lijn ook steeds beter zichtbaar, denk ik. Voor mij zit er een zwart balkje voor, want daar staan de reacties. Wel een goede navigator, of niet? Ja, Melle mag vaker mee. Mag vaker mee. Ze is al 13 jaar samen. Ja, klopt. Nee, de rollen waren dit keer wat omgedraaid. Ik reed en Melle navigeerde. Bam, weer lekkere flitsjes. Oh, mensen. En het, wordt het nou warmer of... Word ik gewoon enthousiaster? Nee, ik denk dat jou hebt, jij bent. Ook, ja, de beide. Blijf er even buurt, dan ook. Hoppa. We staan bij Best in de buurt, Maria. Nee, sorry, niet bij Best, bij Mol. Best stonden we het laatste. Die hele lijn ligt op. Ja, eerste keer dat hij afgaat, de trigger. Tweede keer. Jongens, wat een lijn. Wat zit daar in het midden? Ja, dat is inflow. Ja. Daar. Daar. Dat stuk. Ja. Oh, bij die boom. Ja. Wat? Waarom? Oh, daar zeg je wat. Ja.
serieus, er zit wel wat aan de grond hoor, naast die flits. Is dat niet maar, regen? Ja, hier ook. Oh ja. Wat is dat? Daar zit wel wat op. Maar, nou, maar als ik op mijn camera kijk, net als lijkt dat de grond te raken hoor. Ja? Hoppa! Ik ga maar even ietsje draaien. Ja, een beetje raar. Dat lijkt wel op de grond te raken, ja. Maar dan moet jij dat toch ook zien op de stream, of niet? Zie je hoger? Nee, in principe moet hij dat... Rechts van het boompje, rechts van het kleine eenzame boompje. Ja, je ziet hem hier op de stream ook wel een beetje, ja. De contouren ervan. Jongen, rustig. Ik ga vloggen. Oh, camera. Je hebt hem maar druk. Zo. Had ik hem? Dikke shell voor dat. Ja, dat een, wel, ja. Een te gek lijntje hoor. Weet je hem wel? Ja, ik heb hem. Waarom heb ik hem niet? Wat doe ik verkeerd? Ja, ik sta nu op een 60ste op 2.8. Ja, dat is een rolwolk inderdaad, Pim, in de verte. Maar ja, jij kan niet op 2.8 komen. Nee, dat is zeker waar. Ja, welke camera heb jij? 6D. Kun je ook die interval doen of niet? En we zijn aangekomen in België. Ik had laatst ook een plaatje van mooie platen. Ik hoop achter mij al wat te zien is. Er staat een dikke vette lijn. Hij is mooi actief. Dus ik ga snel deze ook wat neerzetten en... Hopen dat ik hier ook een flitsje mee. Rechts was die. Hier was helemaal rechts. Maar dit is wel een brede, hè? Hele brede. Echt een lijn. Oh! Ja! CG'tje op foto, de eerste. Ja, ik heb hem in de wolken. Maar die was breed, hè? Tik, tik. Ja, ik heb maar één deel ervan. Ja, ik heb hem ook, helemaal. Oh, 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 oh. Nice. Die had ik niet, maar was wel mooie. Ja, hij komt nou voorbij. Hij komt gewoon voorbij, hè? Hij komt gewoon zo voorbij. Als het goed is, dan raakt hij ons niet. Dan komt hij gewoon zo voorbij. Ja, maar de regen weet je nooit, hè? Nee. Zo! Hoppa! Hotza! Moet je even drinken, hoor? Ja, hij doet het even. Ja, want het is dichterbij. Ja, dat kan eigenlijk. Wat een lijn, jongens, hé! Hey. Wat een lekker lijntje, jongens. Hoppa! Ik heb ietsje meer naar links gedraaid om die lijn beter te zien. Dit is waar we voor zijn gekomen hier. Dennis. Nou, die heeft net die dikke flits die jullie net in beeld zagen, die heeft Marcel met, uit de hand. Iedereen staat hier met triggers, behalve Marcel, en die pakt hem. Hoppa! Jongens, wat een lijn, wat een lijn. Ah, ik deed hem ook net bij de hand, ik pak hem ook een stukje. Nice. Maar ik wil even die schand erop hebben. Ja, die is bruut. Ja, die is echt lekker, maar die komt hier recht over. Dus. Nee, die gaat wel een beetje rechtop. Ja? Ja, ja. Ja, ik kom echt hierheen. Wel? Ja. Hop, links ook. Links ook al, hè. Oh, jongens. Ho, ho, ho. Hey, dit is wel revenge voor de, van de vorige sowieso. Keer. Sowieso. Volgende keer gaan we weer via best. Best. Oh, ho, de hele lucht.
Code Oranje in Zeeland ingetrokken en Limburg heeft nu ook Code Oranje. Maar deze gaat waarschijnlijk ook richting Limburg wel. Of niet? Ja. Ik denk dat ze hem hier oppakken. Vette arcus. Ja, hij groeit ook, maar hij wordt ook steeds zichtbaarder omdat hij dichterbij komt. Maar hij is... Oh, ho, ho, ho. Hier worden wij blij van. Woehoe! Rechts flitst hij ook mooi. Boven kleurt hij ook mooi nu, hè? Zo! Maar die zag ik niet volgens mij. Nee. Ja, ik zag hem alleen de weerkaatsing. Komen fietsjes aan hoor, jongens. Wow. Ha, ik had hem nog net, ik heb hem net een trigger aan. Ja, duur die goed. Top. Lippen expert. Rechts loopt hij ook te rammelen als een bal, hè? Ah, ik had er wel keutel bij het schone in. Ja. Hallo. 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 Hey. Hey. Wat staan ze naar zo'n grote bocht te kijken? Ja, helemaal in Nederland. Ik pak hem met 16 niet eens helemaal, hoor. Hey jongens, spot de koeien. Dan weten we waar de wind vandaan komt. Ja. Hoppa! Ik kan ook wel even wat timelapsen. Ja, nee, ik wil toch de ringer eigenlijk. Oh wacht, ik kan deze op timelapsen zetten. Links van ons ook. Daar. Ja. 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 Holy shit, zag je? Oh, maar dit is natuurlijk veel mooier. Ja. We zijn op Sigold. Geen idee waar het naartoe gaat, maar dat houden we nu ook niet in de gaten. We kijken nu hoe die hierheen trekt, waar die langs trekt, hoe die verder in Nederland. Dat heb ik momenteel geen zicht op. Maar wel een dikke vette lijn. Ja, stream loopt nog mooi. Onderaan daarachter ook mooi. Ik zag dit op
16 joh, ik zelf. Nou zoek ik wel op 16. Ik krijg hem er nog niet helemaal op 16. Nee, jij zit full frame. Ja, full frame. Maar ik zat met mijn lens niet op 16. Nou wel, maar het komt wel goed. Jongens, 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 wat een lijn. Yo! Nou, lichtgevende wolkjes bedoel ik. We hebben dikke naar beneden knallen in het midden. Dat is mooi, voor de foto. Dat was meer links. Hebben. Nice. Hey joh, ben ik ook proberen. Oh ja, in de pano kan het inderdaad. Dat maakt die meerdere. Ja, ziet er vet mooi op de stream. Wat voor een. Dat is absurd. Oh, rechts ook. Ja. Nou, hij loopt helemaal van rechts. Ja, tot om ons heen, zeg maar. Hij duurt niet lang meer, dan is hij er. Ja. En dan gaat hij snel. Ik zal vast het tasje klaarmaken. Dat alles er zo bovenop kan. Wat een ding. Lekker. Zo, daar. Dat is de regen onderaan, of niet? Ja. Oh! Ja! Bam! Hij staat erop. Yep. Ja, van mij ook. Nee, toch niet? Hè? Ik wel. Ja, de onderaan is er regen. Dit wordt een leuke downburst inderdaad. Deze gaat inpakken, want die hebben we niet meer nodig. You. Daar links zie je ook regen trouwens, links achterboot. Voor het gordijn. Wat is dat joh, stof of regen? Links, ook aardig actief. Pakken.
Ja, het gaat nog harder waaien, Tanja. Hij komt ex. Holy shit. Wow! Kijk hem gaan hier, hè? Ik zal even snel omhoog draaien. Kijk dan, kijk maar dat is niet alleen. Hou op, dat is niet alleen regen. Nee, dat is. En daar beneden. Wind en stof. Wind en stof. Dus ik ga de livestream vast afsluiten. Want anders kunnen we ze niet zo snel inpakken. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot later.